President Desi Bouterse van Suriname heeft voor het eerst uitgebreid gesproken over de uitslag van de verkiezingen in zijn land eind mei. Hij leed toen een verkiezingsnederlaag. In een gesprek dat zijn eigen medewerkers op YouTube plaatsten, reageert hij op de onrust die ontstond over de uitslag. Het volk heeft gesproken. Ik heb daarbij nog gezegd, er zullen winnaars zijn, er zullen verliezers zijn. Maar uiteindelijk wanneer het volk gesproken heeft, moeten wij ons hoofd buigen. Bouterse vertelt dat hij urenlang sprak met Chan Santokki, de winnaar van de verkiezingen. Zijn partij won 20 van de 51 parlementszetels. Bouterse wil een eventuele machtsoverdracht soepel laten verlopen. Ik ben een gewoon mens. Ik ga nooit confrontatie opzoeken. Maar geloof me, ik schuw geen enkele confrontatie. Op welke confrontatie Bouterse precies op doelt, is niet duidelijk. Chan Santokki was als minister van Justitie betrokken bij de vervolging van Bouterse voor de decembermoorden. Vorig jaar werd Bouterse vanwege zijn rol daarbij veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf.